Goedemorgen Jolien en Herbert. Goedemorgen, Doreen. Hallo. What a ride, what a ride. Het gisteren laatste aflevering van Temptation Island. Hoe gaat het met jullie? Goed, ja. Dat is kort en bondig, ja. Het is gedaan, dus we zijn blij dat de afleveringen ten einde zijn. Oké, het is gedaan. Dat gaat over de afleveringen. Ja, over, ja, ja, over Temptation. Ja, ja. Oké, maar dan is het goed. Even samengevat, Temptation Island. Je hebt daar ooit dit over gezegd, Jolien. Temptation is inderdaad de relatietest. De relatietest. Hoe kijk je daar nu op terug, Jolien en Herbert? Is het, hoe zit het nu met jullie relatie? Het was een mooi seizoen eigenlijk wel. We hebben het al twee leuk beleefd. Aan de ene kant, maar aan de andere kant is het natuurlijk echt triestig geweest voor onze relatie. Maar momenteel hebben we ons boven gezet en hebben we alles vergeven. En, ja. Vergeven en vergeten, allebei? Nee, nog niet. Vergeten zeker nog niet. Maar we gaan aan de ene kant wel vergeven, maar we werken eraan. Want het is nog vrij pril nu ook, aangezien dat gisteren nog maar gedaan was. Dus nu is het echt gewoon werken aan onze relatie. Ja, ook een van jouw befaamde quotes, Jolien, was dit. Maar ik ben ook vrij jaloers en die jaloezie, dat moet, ik weet dat dat moet stoppen. Zo haat en niet verder, man. Ik breek mijn eigen daarmee en zo. En onze relatie ook. Dat werkt op onze relatie als ik zo jaloers ben. Dat heb je gezegd tijdens Temptation, Jolien. Die jaloezie, kan je dat nu net iets beter plaatsen of niet? Ja, aan de ene kant wel, omdat we ook we veel moeten weggaan en zijn er ook veel meisjes die rond hem hangen. Dus aan de ene kant wel, maar ik denk als ze dan weer te dicht komen, dat ik toch nog altijd jaloers ben, maar ik werk er wel aan. Mm-hmm, oké, ja, dat is ook iets moeilijk in het leven, dat is sowieso wel waar. Zeg, Jolien, ik had ook nog een vraag, want het is zo'n vraag dat van veel luisteraars binnen was gekomen. Is Herbert daar eigenlijk? Herbert? Ja, oké. Herbert, ik heb meteen ik ga met de deur in huis vallen. Hè. Over die kus van Jolien met Lisa en Lisa. Jolien zei net dat jullie nog niet alles vergeten waren. Ben je nu ondertussen nog bang dat Jolien lesbisch gaat worden? Of is dat ook van de baan? Ja, maar soms heb ik wel mijn twijfels. Nee, het is een grapje. ja, Jolien, ik denk dat Jolien is gewoon. Als hij zo'n beetje drinkt... Vindt zij die vrouw wel een beetje leuk, maar het is niet dat ze lesbisch zou worden of zo. Nee, oké. Maar mag dat dan eigenlijk nog? Want nu was het gekaderd binnen het programma, maar stel nu dat jullie zaterdag uitgaan en ze doet daar iemand binnen, Jolien. Het kan altijd gebeuren. Zou het allemaal nog mogen of is dat wat minder? Nee. Het is gedaan. Oké. Nee, voor goed signaal, denk ik. Wel, de aflevering is gisteren mooi geëindigd, want plots kwam er dit uit. We hebben gezegd dat als we er goed uitkomen, ongeschonden, dat we de verdere stap gingen doen, zoals trouwen en een kindje beginnen. Ja, Herbert en Jolien, hoe zit het daarmee? Ja, daar gaan we nog niet over spreken. Dat zal nog niet voor direct zijn, denk ik. Nog niet over spreken, maar wel overdenken. Ja, overdenken sowieso al. We hebben ook een relatie van 6 jaar en we wonen samen. En zo, dus dat komt sowieso in gesprek. Maar dat is moeilijk, hè. Ja, tuurlijk. Dat is al iets serieuzer. Maar stel nu, als we even moeten brainstormen, hoe zou het kind mogen heten? Dat houden we nog geen geheim dan. Oké. Geheimen zijn altijd leuk. Ja. Jolien en Herbert, we wensen jullie het allerbeste. En true romance, hè, forever, hè. Ja, oké, dankjewel. Fijne ochtend nog, joe. Ja, dag.